De ontwikkelcirkelmethodiek, die uit 7 stappen bestaat, kun je ook gebruiken om in je praktijk met een groep aan de slag te gaan rond een bepaald thema, een levensthema of een maatschappelijk thema. En op dat moment ga je als professional kiezen om niet alleen individueel te werken met je cliënten of patiënten, maar ook groepjes samen te brengen. En hou dat eenvoudig, zou ik zeggen. Creëer in je eigen praktijk een ruimte. Zet stoelen in een cirkel, ga in een cirkel zitten en kies een thema. Nodig mensen uit om rond een bepaald thema te werken. Dat kan bijvoorbeeld zijn burn-out, je eigen gezondheid, zelfzorg, je voeding, meer beweging in je leven, meer natuur in je leven. Dat kan gaan over een opvoedingsvraagstuk, een echtscheidingsproblematiek. Dat kan gaan over een rouw- of verliesverwerking. Al die thema's zijn echt thema's die mensen raken en die in je praktijk heel veel voorkomen. En de idee is dat je met een groep aan de slag gaat om in educatief kader daarom te werken. En zo ga je je eigen praktijk uitbreiden van werken met individuen naar ook werken met groepen. En dat heeft een zeer groot voordeel op verschillende vlakken. Je gaat op een heel andere manier je klanten kunnen bereiken. Je krijgt een heel ander profiel naar je klanten toe, omdat je niet alleen helpt, je bent ook een stukje educatief bezig. Je krijgt een heel andere inkomensbron, want werken met een soort workshop of thematische avond creëert een ander inkomen. En je wordt gekend als iemand die ook expert is in een bepaald thema. Dus de eerste punt is steeds, kies je thema. Waarom wil je mensen verzamelen? Dat is iets dat je hoort bij je cliënten, waarvan dat je denkt, daar kan ik ze rond verbinden. Maar het kan ook iets zijn dat echt vanuit jezelf vertrekt, omdat je daar een expertise rond ontwikkeld hebt. Een eerste zaak is dan ook dat die expertise, als je in een kring gaat zitten in je eigen praktijk, dat je iets aanbrengt. Je gaat dus een thema aanbrengen of je kunt iemand anders uitnodigen om iets te komen vertellen rond een bepaald thema. En dan ga je vervolgens, en daar gaat de ontwikkelcirkel over, dan ga je mensen beluisteren, vragen stellen, zodanig dat zij beginnen na te denken over dat thema, hoe dat in hun leven werkt en wat ze daarmee kunnen gaan doen. Dus een tweede kenmerk is dat het niet gaat over hulpverlening, maar dat het gaat over een leren en een leer- en ontwikkelingsklimaat. En dat doe je door te luisteren naar mensen, door coachende vragen te stellen en niet te gaan zoeken naar oplossingen, maar naar inzicht. Dat is een heel belangrijk kenmerk, dat je mensen coachend bevraagt en inzichten verzamelt. Een derde kenmerk is dat je in dat groepswerk, dat het daar gaat over ontmoeting. En met ontmoeting bedoel ik dat we er een hartelijke bijeenkomst van maken, van mens tot mens. En je doet zelf ook mee. Je bent niet alleen de expert, je bent ook niet alleen de coach die het groepsgesprek faciliteert, je gaat ook als mens in de ontmoeting. Je kunt je kwetsbaar opstellen, je kunt ook ervaringen geven. En dat gaat enorm verbindend werken. De authentieke ontmoeting. Ten vierde gaat het altijd over eigenaarschap. Het is geen therapeutische groep. Het is een groep waar er geleerd wordt. En je gaat daarin ervan uit dat mensen hun zelfsturing oppakken. Dus het is niet zo dat de groep de oplossing aanbrengt, maar wel, er worden ideeën uitgewisseld en daar ga je dus op bevragen. Je gaat vragen stellen hoe dat de persoon ermee aan de slag gaat, wat hij zelf kan gaan doen. En met andere woorden, je gaat ervan uit dat iedereen zijn eigenaarschap opneemt, zijn verantwoordelijkheid opneemt ten aanzien van dat thema. Ten vijfde is er kenniscreatie. En daar bedoel ik mee, terwijl dat mensen ervaringen uitwisselen en dat er sowieso een kruisbestuiving is tussen mensen, worden er zoveel inzichten verzameld. En die ga je bijhouden, die kun je ook op een flipover opschrijven. En dan krijgen mensen echt het gevoel, we hebben hier bijgedragen tot een stukje inzicht. En door die inzichten vast te houden, ga je ook kenniscreatie doen. Gaat men het gevoel krijgen, hier hebben we echt iets geleerd, een inzicht, en dat gaan we vasthouden. Ten zesde is zingeving belangrijk. Alle onderwerpen die gebeuren, die besproken worden, het gaat niet alleen over het onderwerp zelf en mensen helpen. Uiteindelijk gaat het erover dat je met die onderwerpen, dat we samen een nieuwe wereld creëren. Dat we via onze levensstijl een ander soort maatschappij maken.
dat je toont bij je partners, bij je collega's, dat je op een andere manier gaat leven, dat je andere keuzes maakt. En zo werken we eigenlijk mee aan een nieuwe soort wereld, een betere wereld. En dat, die zingeving, dat je dus gaat verwoorden, gaat onderzoeken, die je als groep deelt, die zingeving werd enorm inspirerend, enorm motiverend voor de groep. De laatste vraag is of er samenwerking nodig is. En met samenwerking bedoel ik, een groep kan soms zo aan elkaar hangen dat ze zin hebben om samen iets te doen, een project te doen. Of in het minimale geval is de vraag van wat gaat iedereen er persoonlijk mee doen? En dan kun je in een vervolgsessie weer nagaan wat heb je ermee gedaan. En zo kan dat werken met groepen, vertrekken vanuit een thema, met een expert die iets aanbrengt, kennis die ontwikkeld wordt vanuit een soort collectieve intelligentie, en dan een traject worden waarbij dat die groep op weg gaat om rond dat thema voortgang te boeken. En zo heeft iedereen er wat aan en help je op een heel andere manier je cliënten of patiënten of collega's enzovoort. De ontwikkelcirkel kan dus ingezet worden als een methodiek om rond thema's te werken. Daar gaat het hier over. En dat is een heel mooie aanvulling voor de klassieke individuele 1-op-1 hulpverlening die we overal zien.